Wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de meteorologische dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 17 oktober. Tijdens de avond en nacht blijft het overwegend droog. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich nevel in enkele gebieden. Morgenmiddag en avond, dinsdag 17 oktober, wordt het lokaal tijdelijk bewolkt, mogelijk met een bui. De meteorologische dienst waarschuwt dat morgen, dinsdag 17 oktober, de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 38 graden Celsius.